In de volgende video's gaan we een stukje voorbeeldfunctionaliteit bouwen. Ik heb een mooie Hue Story uitgeschreven. En die gaat over het maken van concerten. Als concertorganisator wil ik een concert voor mijn website kunnen aanmaken. Daar wil ik een aantal eigenschappen kunnen invoeren: de naam, maximaal aantal beschikbare tickets, een datum van het concert. Daarbij wil ik een opslaanknop hebben. En voor de validatie zijn er ook twee regels. Het is dus een user story die we gaan maken. En als je dus een user story voor je hebt, probeer je in je hoofd probeer je een vertaalslag te maken naar de techniek. En ik zie voor nu twee onderdelen. Een stukje backend, een stukje frontend. In de backend moeten we een, uh, wat database logica gaan maken. We moeten een API endpoint gaan maken die met die database gaat interacteren. Die API endpoint kan dingen ontvangen en die moet dingen gaan terugsturen. En dat heeft dus ook allemaal te maken met die eigenschappen die we hier al zien in de story. En dan tenslotte heb je de frontend. Nou, als je de backend eerst goed maakt, kun je de frontend gewoon zien als een lager overheen waar de gebruiker wat invoert. En ja, dat is dan de frontend. Zoals gezegd, we beginnen met de backend. En voordat ik een stukje database logica wil gaan maken, of in ieder geval tabellen wil gaan maken. Wil ik het eerst even hebben nog over die API endpoints? Wat dus ook een heel belangrijk onderdeel is van die backend. En daarvoor open ik Chrome. Chrome en heb ik weer het framework openstaan. In de vorige video's hebben we al gezien dat er dus al een aantal API endpoints in zitten. API endpoint haalt dus een stukje, kan dus een stukje data accepteren, die er dus meegestuurd wordt vanuit de frontend. Nou, denk aan onze eigenschappen voor een concert straks, of username en password. En kan dus iets teruggeven. Dat is zo'n API endpoint. En daar wordt dus een request naar gedaan. Zo'n request kan op verschillende manieren. En Daar wil ik even bij stilstaan. B binnen het framework gebruiken we de POST-manier en de GET-manier. Dat zijn zogeheten HTTP verbs. HTTP werkwoorden. En die komen uit de zogeheten REST-standaard. Nou hoef je van die REST-standaard nog niet zo heel veel te weten in dit jaar. Maar misschien dat er al een aantal van jullie zijn die er wel wat over weten. Binnen die reststandaard zijn er een aantal manieren hoe je een API endpoint kan benaderen. En die hebben eigenlijk allemaal te maken met CRUD. Create, Read, Update delete. en Delete. Zo zie je dat elke verb een andere functie uit CRUD heeft. En het gaat allemaal over het benaderen of het manipuleren van een entiteit. Customers, nou, concerts voor ons, maar ook users, ook een entiteit. Binnen het framework en binnen de video's zal ik vooral deze twee toelichten. De get en de post, die zag je net ook al voorbij komen in het framework zelf. En normaal doe je alleen de create voor de post, maar wij gaan alle manipulatie, dus update en delete, ook via een post doen. Voel je zeker vrij om die put, patch en delete ook te gebruiken. Dat kan namelijk met express, wat we zo zullen gaan zien. Maar voor nu hou ik het eventjes bij post en get. Naast alleen het woordje zijn er ook verschillen in hoe ze werken. Uh, dat wil ik zo meteen laten zien in de code. En dat komt ook in de volgende video's aan bod. Bijvoorbeeld kun je een post. Stel, je, nou, je maakt een API endpoint aan op, en het is een post, kun je die niet in de browser invullen. Maar bij een get kan dat wel. En dan krijg je wel in de browser een response. Dat is bot een verschil. Nou, hoe we daarmee om kunnen gaan, hoe we dan volgens die API endpoints alsnog kunnen testen als we ze niet in de browser kunnen openen. Komt nog. Maar hoe kunnen we nou ten eerste die? API-endpoints gaan registreren binnen onze backend, binnen Express. Ik heb hier de routingpagina van de documentatie van Express openstaan. En routing gaat dus over alle soorten API-endpoints en de verschillende manieren hoe je die, die API-endpoints maakt. Daar gaat de sectie routing over. Vandaar ook dat foldertje routes binnen het framework. Dan zie je hier ook dat Express wordt gerequired. Nou, we hebben via Node Package Manager npm in Package.json aangegeven dat we dus Express.js als dependency willen gebruiken binnen Node.js. En daar maken we dus ook een nieuwe instantie van. Die wijzen we toe aan app. Vervolgens kunnen we met app zeggen.get, dus een GET API endpoint maken. Welke URL? Nou, in dit geval de slash, de root, dus het zou in ons geval localhost 3000 zijn. En dan geef je een callback aan mee op de nieuwe JavaScript manier. Een request en een response object wordt eraan meegegeven, dat wordt dus door Express gedaan. En jij geeft hier aan naar de pijl en de accolade, wat wil ik doen als die API endpoint gecalled wordt of gerequest wordt. In dit geval zeggen we response.send hello world en dan wordt er hello world teruggegeven. Dat is dus de basis hoe die Express requests of API endpoints werken. Voor een post zou je hetzelfde doen, maar dan zou je het woordje post gebruiken. Nou, je kunt nog veel meer met al die soorten API-endpoints. Je zou bijvoorbeeld ook een put kunnen gebruiken. Je zou op de URL een regex kunnen gebruiken, dat je een soort van dynamische URL kan opbouwen. Je kan hier met een dubbele punt aangeven dat er bijvoorbeeld een nummer kan worden meegegeven. Dus slash user slash 8, om bijvoorbeeld een specifieke user op te vragen. En dan kun je best wel verder gaan. Wij gaan voor nu een basis-API-endpoint opzetten voor onze concepten. Ik ga naar IntelliJ toe, Dan zien we hier de routes folder al uitgeklapt in de server gedeelte van het project. En wat ik in de vorige video al aangaf is dat je in de backend het meeste in de routes moet gaan doen. Als je dus een nieuwe API endpoint wil gaan maken voor een nieuwe entiteit, maak je hier een nieuwe file aan. En dat gaan we ook doen. Nieuwe JavaScript file en noemen we concerts routes, klein stukje documentatie, routes file for concerts entity at alter Denier. en dan gaan we meteen kennis maken met een stukje op in javascript we gaan een klas uh, aanmaken en noemen we concert routes je zult gaan zien dat er kleine verschilletjes zijn met java access modifiers die niet hoeven uh, private attribuut zoals deze die je uh, dus met een hashtag ervoor schrijft om aan te geven dat die private is nou, als je constructor wil maken, zet je letterlijk het woord constructor in plaats van de naam van de klas. Dan krijgen we de app mee. Dat is de instantie van Express.js, waar je dus straks .post of .get op kunt registreren. Laat ik zo meteen zien hoe die dan hier belandt in ConcertRoust, want dat hebben wij een stuk logica voor jullie voor geschreven. Die zet je op this.app, zodat je die later in elke methode kunt gebruiken, dit attribuut. En daar wil ik voor nu eventjes stoppen. Want dit is nu dus een nieuwe routesfile, hoe wordt die dan ingeladen? Al deze files in die routesfolder worden namelijk automatisch ingeladen. Ik had jullie verteld over de app.js, wat een beetje de startpunt van de backend is. Hier zit heel veel logica in wat wij al voor jullie gemaakt hebben, maar, kort, maar om kort in te gaan op wat hier gebeurt, is dit stuk logica gaat alle files in die routesfolder uitlezen, Gaat kijken of het van type function is. Nou, dat is dus om te checken of het een klas is in JavaScript en maakt vervolgens een nieuwe instantie aan. Je ziet ook het nieuw woordje hier en die geeft dan die app mee aan. Dus elk klasje wat hier wordt geïnstanceerd en die app is dus const app express wat we ook net in de documentatie zagen in plaats van dat je straks alle API endpoints van alle entiteiten allemaal onder elkaar krijgt, maakt dit het dus mogelijk dat je losse files kunt maken per entiteit en daar alleen de API endpoints hebt, dus voor een concerts of voor een users. En daar zorgt dus dit stukje logica voor. Geeft ook een logje als het wel gelukt is, logje als het niet gelukt is. Nou hebben we dus er al drie in zitten die al zouden moeten werken. Dus als we dan hier in de terminal kijken, zien we ook dat die dus goed ingeladen zijn. Die van ons daarentegen heeft nog een error. Make sure it's a class, dat hebben we gedaan. Constructor en dat die geëxport is via module.exports. Even kijken of we dat ook gedaan hebben dat laatste. Nou zo te zien niet. Onderop zet je neer als je met Node.js werkt dat je de class wilt exporteren. Dat is een, hoe Node.js werkt, dus die exports moeten er ook nog bij. Als dus we dan shaven, gaat hij opnieuw laden, dus ik helemaal naar onder en dan zie ik nu ook dat deze goed is ingeladen. Oké, okay, dus die app wordt automatisch meegegeven zodat je die altijd in de constructor hebt. Mooi mooie is nu dat we hem als attribuut hebben en als ik een nieuwe methode maak, create concert, dan kan ik dus nu via dis.app zeggen, net als in de documentatie. .post of .get. moet uiteindelijk een post worden, want het is een create-actie. Maar ik wil eerst eventjes de get demonstreren. Dus een .get, geef eerst de URL aan, slash concerts in meervoud. Komma, de callback, wat moet er nou gebeuren als deze route getriggerd wordt? Krijgt een request en een response-object mee die we kunnen gebruiken. En dan de callback-functie zelf. Willen we voor nu op de pagina, of in ieder geval willen we nu teruggeven een simpel bericht, dan kunnen we zeggen: res.send API endpoint concerts verkald. Omdat het dus een GET request is, kunnen we hem testen in de browser. Wat ik nog even moet doen, is dis.createconcert aanroepen, anders wordt hij niet geregistreerd. Kijk, ik zie geen foutmeldingen hier verder. Zoals ik al zei, het is een get request. Dus die kunnen we in de browser gaan testen. Nou, je ziet hier al van mijn testrun een uh, voorbeeldje. Als ik nou zeg slash concerts op localhost 3000, waar dus de API draait. Volkant draait op een andere poort. Dan krijgen we nu netjes API endpoint concerts gekald. Dat is natuurlijk nog niet wat het uiteindelijk moet gaan doen. Wij moeten uiteindelijk een post hebben die met de database gaat interacteren. Maar via deze simpele API endpoint kan ik demonstreren wat je allemaal kan doen. We kunnen namelijk ook een stukje JSON teruggeven. Dan zeg je res.json. Dan geef je een JavaScript object terug met een key message. En een value. Nou, dat is ons oude bericht. Dus zo geef je een stukje JSON terug. Dan kunnen we ook gaan testen. Dan krijgen we netjes zo op deze manier. Wat je ook kan doen is, stel je voor je zou een specifiek request willen getten, want dat is natuurlijk wat een get is, hè? dingen lezen zou je kunnen doen, dubbele id, dan kun je via rec.params het id eruit vissen, dus als ik nu zeg rec.params.id, dan zou er 8 moeten worden geprint. Oh. Gaan we terug, oh, zie ik dat ik een foutje heb gemaakt. Uh, endpoint bestaat niet oh ja dat komt natuurlijk omdat we hier dan wel een cijfer moeten achterzetten slash 8 message concert en dan krijgen we de 8 anders 1200 en dat nummer kun je dus straks gebruiken in je select query om dus bijvoorbeeld een concert uh, uit te lezen zoals ik al zei we hebben een post nodig dus daar ga ik hem naar veranderen post ga ik even die id weghalen die is vooral relevant voor de get Slash concert, nou dan ga ik deze ook even weghalen. Dan zou je nu verwachten dat we nog steeds dus die JSON bericht krijgen, maar dan zonder dat ID. 1200 weghalen. En nu krijgen we een foutmelding. Not found, make sure the endpoint you're trying to call exists. En dat komt omdat een browser altijd een get request doet als je hem hier in de URL invult. We zullen dus op een andere manier die post request moeten gaan testen. Daar hebben we een mooie tool voor. En dat gaan we in de volgende video doen. En dus ook de database logica. En echt nette responses teruggeven. En dat is dan het laatste stuk van de backend.